Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Koen. Ah, goedemorgen. Ça va? Loïc. Kan ik helpen met iets? Melken, hè? Gewoon melken. Doet dat geen pijn aan die beesten? Nee. Nee? Dat is gewoon eigenlijk zo een stofzuiger. Geen zeer. Hoeveel geiten moet jij zo op een dag melken? Ik ben elke keer 250. Amai. En hoeveel melk heb je dan zo op een dag? 700 liter op dit moment. 700 liter? Mag ik dat eens proeven, zo'n verse geitenmelk? Is dat lekker? Ik vind dat lekker. Maar... Ja? Pas op, hè. Wel goed mikken, hè. Hela, hela. Dat is kei lekker. Dat proeft totaal niet zo naar de scherpe geiten. Nee, dat is nog smaak. Niet. Dat is pas als dat een dag of twee nu stilstaat, ja, okay. In de frigo eigenlijk. En wat gebeurt er hierna, Koen? Gaan ze daarna naar buiten? En normaal gaan ze dan naar buiten, maar nu in de winter blijven ze binnen. Dames mogen geen kou hebben, hè. Dat willen we niet. Wow, allez, op. Allez, kom jongens. Ja, goed bezig. Dus nu moeten ze eten krijgen. Voilà. Dus zeg maar wat ik kan doen. Dit uitstrooien over de hele rij. Oké, okay. Dat is niet moeilijk, hè. Een beetje zoals in de keuken, de afkruiding, maar daar beginnen we mee. Voilà. Dat is klaar. Smakelijk, dames. Ja, kom maar mee, hè. Ja, ja. Dit is trouwens gerst. Ja. Dus ons voer is allemaal biologisch. Dat is wel lekker, dit. Luxe beesten. Allee, kom mee. Ja. Ontbijt staat klaar, dames. Goed, vervolg. Dit gaan ze krijgen. Ja. Hun graasklavers. Maar dat gaan we niet met de hand geven. Dan pakken we een riek. Ah ja, ik volg u. Koen, de geitjes hebben eten gehad. Maar bon, ik ben ook hier gekomen om iets te komen halen. Hè. Iets lekkers. De geitenkaas. Pepijn, jij bent kaasmaker. Wat is er zo speciaal aan uw geitenkaasjes? We zijn hoevenproducent. Dus we hebben een heel licht zicht op waar de melk komt. Ja. Het is ook rauwe melk, dus die wordt niet verhit. Daardoor is die eigenlijk rijker aan smaak. Ik ben op zoek naar een verse geitenkaas. Ik weet dat jij er kei lekker in hebt. En ene met zo'n beetje meer... intense smaak van mijn krok. Okay, dan hebben wij in ons gamma de Virginie. Dat is een vers geitenkaasje. Dat kun je een week bewaren. Daar zit geen wit schimmel op, zoals onze Florence. Dat is een gerijpte kaas, dus die heeft zo'n witte vacht. Die is intenser van smaak. Top, dat wel. Proeven? Ja, graag. Chin chin, merci.